Weet je hoe groen ruikt? Groen ruikt als vers gemaaid gras, als munt en als de nieuwe trui van Raaf, die 16 jaar is en blind. Ze vindt zichzelf een heel gewoon meisje en ergens is ze dat ook, maar ze ziet niks. En haar ogen worden eigenlijk gevormd door haar allerbeste vriendin Melin. Die vertelt haar wat er in de omgeving te zien is. Een jongen die ze ontmoeten, dat is bijvoorbeeld echt een broodje kaas en niet een pistoletje brie. Dit is het debuut van Pamela Sharon en ze won een soort YA-contest voor uitgeverij Moon. En het is echt verrassend goed. Het is fijn, want je leeft je helemaal in een hoofdpersoon. En je voelt met haar mee hoe het moet zijn om je wereld om je heen niet te zien. En alles een kleur te geven om toch orde te scheppen en dingen te begrijpen. En dan gebeurt het ondenkbare, want haar allerbeste vriendin, die haar ogen vormt, valt weg. Wat moet ze? Dat kun je allemaal lezen in dit prachtige boek, De Geur van Groen.